Welkom bij een nieuwe podcast van Klikproces. En we schuiven vandaag aan met twee gasten. We hebben Nick Keizer van Klikproces zelf. En we hebben Borre den Hartog. Zeg ik het goed? Klopt helemaal. Van de Car Wash & Go in Hilversum. En we gaan het met Borre hebben over het hebben van een car wash en online marketing. Heren, welkom. Thanks. Hoi, goedemiddag. Een car wash hebben en dat combineren met online marketing. Laat ik bij jou beginnen, Borre. Vertel. Het is gelijk het meest interessante wat je denk ik vraagt, Bart. Car wash en online marketing, dat zijn denk ik veel dingen waar mensen niet over nadenken, maar waar juist de kracht van een car wash ligt tegenwoordig. Om die dingen goed te combineren, want online marketing bepaalt uiteindelijk het succes van de onderneming. Oké, vertel. Het grootste is natuurlijk, de grootste uitdaging die zit in een car wash is wat je eigenlijk heel structureel van vroeger nog ziet, is van er is een car wash, we doen elke ochtend om 8 uur de poort open en die gaat om 6 uur 's avonds dicht en nou ja, dan maak je lokaal wat reclame in een krantje of huis en huis. Dat was allemaal heel erg populair tot 2-3 jaar geleden zelfs nog. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de manier hoe een car wash elke dag werd gerund en hoe alles gebeurde. Alleen dan kom je er op een gegeven moment natuurlijk wel achter dat ja, je dan een bepaalde vaste klantenkring binnenkrijgt en je eigenlijk niks nieuws aan het aanspreken bent. Mm-hmm. Dus je hebt wel je wassingen, je bent elke dag lekker bezig en de winkel draait en er zit elk jaar ook nog wel wat groei in. Maar toch heb je het idee dat je ergens een gigantische slag aan het missen bent. En dat is het grootste gedeelte van online marketing. En eigenlijk voornamelijk je klant leren kennen van wie is die klant nou? Dus als ik een simpel voorbeeld neem, jij komt aanrijden met je auto. Dan zie ik bijvoorbeeld een prachtig mooie BMW. Zwart, grote velgen eronder en dan denk ik, hey, die heb ik man zag 2 weken geleden ook. Dus ik steek mijn hand op en ik zwaai naar hem, want ik ken hem. Dat denk ik. Omdat ik denk dat ik hem 2 weken geleden ook heb gezien. Het kan ook 2 maanden geleden zijn geweest. En dat was eigenlijk het moment dat ik ook zoiets had van, oeps. Hier moet drastisch iets gaan veranderen om de aankomende jaren goed te gaan beginnen en je klant te leren kennen. Want ik denk dat ik hem ken, maar eigenlijk weet ik niks. Ik weet dat het een BMW is met mooie velgen. En er zit eigenlijk altijd dezelfde man achter het stuur. Maar ik heb geen idee. Ik weet niet hoe oud hij is. Ik weet niet hoe vaak hij komt. Ik weet niet waar hij woont. Ik weet helemaal niks. En dat is eigenlijk het moment dat ik het om heb gedraaid. En dat we de online marketing zijn ingegaan. Dus in feite eigenlijk dingen die een soort van nature doet. Dus proberen te begrijpen wie je klant is. Even ja. Je hand opsteken als je... God, dat je die man al kende, wat ook wel eens, waar ik wel eens naast zal zitten. Ja, zeker. Ja, absoluut. Vaak zat. En dat eigenlijk proberen van ja, kunnen we dat niet gestroomlijnen, is dat het goede woord? Procesmatig inbouwen door data te gebruiken. Processen. Dus eigenlijk inderdaad alles wat je zelf zegt omzetten naar data. En daar eigenlijk een aantal processen op gaan neerleggen van oké, we hebben de data van de klant. En dan, ik werk zelf eigenlijk altijd met de term funnel. Dus we weten gewoon, we hebben de funnel, die hebben we erin zitten. Hoe meer we daarboven in proppen, hoe meer er onderuit komt. Want we weten ondertussen na 2-3 jaar dat er een bepaald percentage zit wat altijd reageert op een mailing of een bericht of een post van ons. Weet je het. Dus hoe groter dat bestand wordt, hoe groter het succes onderaan de streep wordt. Alleen om dat te bereiken en die mensen in die funnel te krijgen, ja, daar zit de allergrootste uitdaging in. Ja, want je zit hier in Hilversum, hoe lang zit je hier al? 5,5 jaar. In oktober zitten we hier 6 jaar alweer. In oktober 6 jaar. En dat betekent dat je daar nu mee bezig bent? Of net bent begonnen, zeg maar? Ik ben het eerste jaar inderdaad echt gewoon op het ouderwetse maniertje begonnen. De deurtje open. Nou, gewoon wat een draai. Toen maakte in het begin geen eens reclame. Dus er komt er eigenlijk al door het dagelijks verkeer wat op zo'n industrieterrein is, komen er gewoon nog klanten. Eigenlijk wist je nooit of die klanten terugkwamen. Ja, als je ze weer zag, dacht je, hey, daar is die klant weer. Of, hé, hey, dat is een bekende. En dat hebben we eigenlijk een aantal jaren zo gedaan. Met veel succes. En lokaal gewoon echt flyeren, huis in huis. En op een gegeven moment, toen kwam ik er echt achter van, hé, hey, moet hier wat in dit proces, moet ik wat gaan veranderen. Omdat ik eigenlijk door heel Hilversum gewoon een flyer verspreiden. Dat is een ontzettende dure campagne. En eigenlijk nooit echt precies wist van, hey, waar komen die mensen nou vandaan die op deze meen? Dus stel je voor, je stuurt een heel veel, ja, dik 50.000 huis-in-huis flyers de deur uit.
En dan kwam dan een rendement uit van 2-3% wat erop reageerde. Dus dat was een hele dure campagne wat je met 2-3% moest terugverdienen. Wat bleek nou achteraf, nadat we data zijn gaan verzamelen en ook die huis-aan-huis campagnes zijn blijven doen, kwamen we er eigenlijk achter dat het online verhaal veel interessanter werd dan het huis-aan-huis, want die 2-3% die kwam namelijk altijd al bij mij. Oké. Oeps. Dus je had je klanten bereikt die je al lang had bereikt. Ja, maar ik dacht dat ik elke keer bereikte, dat bleef groeien. Ik denk, dat is leuk. Alleen toen kwamen we dus inderdaad heel erg achter dat we het online gedeelte koppelden aan de data van de klant. En ik zal zo even uitleggen hoe we daaraan kwamen aan de data. Dat je dus inderdaad op een gegeven moment ja, alleen maar mensen aan het bereiken bent die al kwamen. En juist de postcodes waar je op wilde richten, ja, daar reageerde eigenlijk niemand. Dan haalde je misschien 0,5% of 0,6%. Oeps. Ja. Op zo'n dure campagne, dat ging fout. Ja. Ja. Doe je nog wel wat op het gebied van printen? Heel veel. Ja. Ja. Maar we hebben de combinatie gezocht tussen print en data verzamelen. Ja. Dus wat we nu doen is inderdaad, omdat we zoveel data van klanten zijn gaan verzamelen. Dus wat we op een gegeven moment hebben gedaan is de stap gezet van prima, we moeten de omslag naar online marketing en data verzamelen moeten we gaan maken. Toen zijn we begonnen met een hele simpele versie van een kraskaart. Ja. En hoe lang is dat geleden? Tweeënhalf jaar geleden zijn we daarmee begonnen met een kraskaart. Dus iedereen die bij ons kwam wassen, die kreeg voor ons een leuke actie in de hand. Die kreeg gewoon een heel klein A6 flyertje. Oh meneer, mevrouw, leuke prijzen, even krassen. Krassen wassen. Ja. Krassen is wassen. Ja, toen hebben we op een gegeven moment word je krast er maar vanaf gehaald, want kras en auto wassen was niet de beste combinatie. Dus we hebben er een was en win van gemaakt. Oh ja, precies. Oh ja, en dan kom je de maat achter kras en win, dat was niet zo handig. Dus we hebben er was en win van gemaakt op een gegeven moment. Maar je had altijd prijs. Waardoor de conversie zo verschrikkelijk hoog kwam te liggen. 80-90% uit mijn hoofd, de eerste actie was 86% filmde het gewoon in. Ja. Dus wij grijven dat dingetje uit. Dan hadden we drie vakjes die moesten uitkrassen. Er stonden altijd dezelfde vlakjes achter. Het enige wat ze moesten doen is om het prijsje te innen. Was naar www.carwashandgo.com/wasandwin.nl. Ja. Bingo. 86% vulden het in. Dus ik had binnen. En wat wonnen ze dan? Ze wonnen korting. Ze wonnen intratuin cadeaubonnen. Ze wonnen gratis sushi schalen. Ze wonnen gratis handdoeken van een partij. Alles wat ik kon verzinnen. Dus wat we hadden gedaan om die actie op te zetten is eerst contact zoeken met heel veel lokale ondernemers. Luister, wij kunnen jullie een groot bereik geven, maar ik moet er even iets voor terug hebben. Nou, ze hebben onze social media kanalen weer opnieuw gevuld. Hebben alles ingezet. En dan hebben we het eigenlijk allemaal op één hoop gedaan. En iedereen kon wat winnen. Maar je won altijd. Dus als je niet een gratis sushi won, dan was het wel korting op je wasbeurt. Ja. Maar dat was natuurlijk tweeledig. Dus ik gaf, A, wist ik wie je was. En B, wist ik ook dat je een kortingsfoutje direct per mail van mij had ontvangen nadat je hem had ingevuld. En dat die ook maar 4 weken geldig was. Ja. Nou, en dan komt de grootste truc. Zorgen met je online campagnes dat die mensen ook daadwerkelijk binnen 4 weken weer op je stoep staan. Dan kon ik nooit met een huis-aan-huis actie. Want dan was ik mijn tweede contactmoment, was gewoon weer zo'n campagne draaien à la 15.000 euro. Ja. En hopen en niks kunnen meten. Gewoon hopen dat het weer komt. En nu was het gewoon, hey, let op, je voucher verloopt over 10 dagen. Hey, let op, je voucher verloopt binnen 5 dagen. 95% kwam gewoon weer aanrijden binnen 4 weken. En toen hadden we op een gegeven moment wel door van, dit gaat werken. Ja, nou zal dat waarschijnlijk met de eerste actie ook wel beter zijn dan als je zulke acties toch standaard blijft doen. Klopt. Maar het was een lichtpuntje. Of ja. een lightbulb moment. Het was echt het lichtpuntje. Het was het moment dat we eigenlijk dat ik erachter kwam van oké, het moment van huis aan huis blijft heel sterk. Maar door de klanten leren kennen kwam ik er ook heel erg achter. Want ik vroeg maar een aantal basale gegevens van mensen. Ik wil gewoon even snel je voor- en achternaam. Ik wil je postcode hebben. Je geboortedatum. En je e-mailadres. Dus ik wou 5 dingen wil ik weten. Meer wil ik niet weten. Waarom ik het kenteken wil weten, is omdat we ook kentekenherkenning hebben. En omdat we kentekenherkenning hebben, weet ik op een gegeven moment gewoon van, hé, die meneer komt weer aanrijden.
Maar omdat hij zijn gegevens heeft ingevuld, hoefde ik aan de achterkant maar één ding te doen. En dat was die twee databases aan elkaar koppelen. Dus mijn klantherkenning met mijn database van mijn klantenregistratie. Die aan elkaar koppelen. En ik wist meteen wie iemand was. Ja. Zonder dat ik hem überhaupt maar ken. Ja, en dan? Dus dat lijkt me een hele goeie. Dus iemand komt hier aanrijden en je weet dan wat zo iemand is. Ja. En dan? Wat doe je er dan mee? Wat kan je ermee? Ja, heel veel. En dat is het. Het is eigenlijk bijna gezichtsherkenning. Maar dan puur op het niveau van een kentekenplaatje. Dus de grootste kunst is nu de jongens op de werkvloer. En de dames die we hier hebben werken. Heel goed te leren dat we... we zijn niet aan het upsellen. Dat vind ik altijd een beetje een woord. Ik denk van ja, vind ik niet zo netjes. Maar laten we het een verkoopstrategie noemen. We proberen gewoon een vrolijke en tevreden klant hier weg te laten rijden. En die we gewoon een eerlijk advies hebben gegeven. Van, de vorige keer dat je kwam was 6-7 weken geleden. Toen had hij programma X. Misschien is het verstandig na de winterperiode bodemreiniger een extra beschermlaag over die auto. Om programma I te nemen. Maar dat is alleen mogelijk door de structuur aan te brengen van die data. En de social media kanalen eraan te koppelen. Om die mensen dus inderdaad echt die funnel in te duwen om hier te komen. En dan moet het trucje op het terrein gaan gebeuren. En dat is de kunst die je dus weer daarnaast draait. Om ervoor te zorgen dat het ook echt uitgevoerd wordt allemaal. Ja. En dat is wel eens lastig. En dat zo'n verkoopstrategie, dat komt onder andere door bijvoorbeeld de pakketten die je aanbiedt bij de co-ers. Kun je dat misschien wat toelichten? Ja, we zijn eigenlijk op het moment dat we om zijn gegaan naar het data verzamelen. Toen waren we ook altijd al heel erg lang actief op Facebook en Twitter. Nou ja, Twitter is natuurlijk in mijn mening snel verwaterd, maar Instagram kwam erbij. En dan merkte op een gegeven moment ook een beetje, daar waren we reclame aan het maken. En daar kwam niet echt meer iets uit, er was geen gevoel meer bij. En dan hadden we gewoon 4 programma's. We hadden 1, 2, 3 en 4. En toen zei iemand tegen mij in de markt, die was er al mee begonnen. En die zei tegen mij van, 1, 2, 3 en 4, zegt jou dat iets? En toen zei ik ook van, nee, ja, programma 1, 2, 3 en 4. En dan zit er dan een prijsje aangekoppeld, dus van 8,50 tot 17,50 zat eraan. En toen zei hij, ja, maar zegt jou dat iets? Denk er eens over na. Toen ben ik er echt daadwerkelijk gewoon 2 maanden lang over na gaan denken. Ik denk, ja. En toen zijn we op een gegeven moment tot de schets gekomen van iemand komt aanrijden en die moet zich fijn voelen. Dat is net zoals je een supermarkt of een online winkel benadert. Je koopt pas iets als je je fijn voelt. Dus je voelt je ergens heel fijn bij een merk of een product. En dan schaf je dat sneller aan dan dat je je er minder fijn bij voelt. Dus toen hadden we op een gegeven moment iets van, ja, een pol is, dat zegt waarschijnlijk de gemiddelde mens niks. Ik denk niet dat het jou is. Ja, wassen of zo, of was, wax? Ja, of, nou, daar heb je het al, laat maar zien. Klaar, dat zeg je niet. Nee. Maar een standaard programma, of een normaal, meest gekozen en de beste, dat zegt je waarschijnlijk al iets meer. Nou ja, het geeft me in elk geval een richting, zou ik maar zeggen, van waar zit mijn behoefte? Ja. En dat is de grootste kunst. Dus waar zit jouw behoefte en waar voel jij je prettig bij? Weet je dat je auto al een aantal maanden niet is gewassen? Ga je dan maar gewoon voor een standaard programmaatje en daar staat dan ook heel erg mooi onder dat het gewoon alleen wassen droog is en voor de rest niks? Of wil dat voelt dan op zo'n moment een beetje tekort. Voel jij dan een beetje lullig dat je tegen een van de heren tegen ons moet, ja, doe mij maar dat standaard programma. Ja, maar u heeft uw auto gezien, het is een beetje vies. Wat anders worden. En daar hebben we dus echt de slag gemaakt dat we zeggen, we hebben standaard, we hebben normaal, meest gekozen en het beste. Dus echt 4 programma's, waardoor er ook nooit een programma in het midden valt. Ja, precies. Want als je 3 programma's hebt, dan is het helemaal, oh, doe maar die mails maar gewoon. Zit je altijd goed. Zit je altijd goed, denk ik. Ja, een beetje van beide. Ja, een beetje van beide. Ik heb een beetje normaal, een beetje goed. Doe maar die middelste maar. Dat moeten we dus niet hebben. Dus 4 programma's. Waarvan we een standaard normaal meest gekozen en het beste hebben. Mm-hmm. En waarvan we ook nog eens hebben gezegd, we laten het meest gekozen, laten we helemaal shinen. Dat poetsen we helemaal op. Want dat is een prima keuze. Want we hebben natuurlijk bij die bordenwisseling en de programmawisseling hebben we ook wel met de prijs technisch wat dingen gedaan. Waardoor het beste wel echt drastisch duurder was geworden. Maar het duurste programma is eigenlijk nu ons meest gekozen programma. Dus waarin je vroeger zag dat de verhoudingen
heel ver uit elkaar lagen over die programma's heen, zie je nu dat er eigenlijk heel veel mensen gewoon voor het meest gekozen kiezen. Ja. Ja, want het grappige is, want er zijn een aantal psychologische principes, zeg maar, die je toepast. Dus één is inderdaad van, als er een asymmetrische keuze is, dus 3 of 5 of 7, dan is de middelste is een hele makkelijke. Klopt. Maar in feite, door een programma toe te voegen, is er geen middelste. Maar is wel de gemiddelde prijs van het programma omhoog gegaan. Ja. En je hebt geen middelste meer, waardoor het in plaats van die, nou, ik weet niet wat het kost, maar laten we zeggen 12,50... Ja. Eerder die 14,50 wordt. Klopt. En dat scheelt op, hè, op zoveel klanten behoorlijk wat omzet. Ja, dat is echt omzet. Klopt. En wat we dan echt expres hebben gedaan, is dat duurste, het beste. Hè, die hebben we ook echt wat. Ja, die staat een beetje grof in de markt. Maar dat is ook altijd degene die we gebruiken in onze online marketing en de e-mailcampagnes om af te korten op de prijs. Dus dan gaan we altijd net onder het meest gekozen zitten met de prijs. Waardoor mensen wel met het beste gevoel het terrein verlaten. Ja. Hey, dus ik krijg best wel 30-40% korting op het programma. En het is goedkoper dan het eerstvolgende programma. Ja, maar ik ga wel met het beste door die straat heen. Ja. Maar ja, mensen willen zich fijn voelen als ze die auto hebben gewassen. Nou, dat spelletje, dat wordt dus heel erg uitgedokterd nu om te kijken wat werkt daar gewoon het beste. Ja. Nou, de term meest gekozen is natuurlijk ook vrij handig. Ja, toch? Dan heb je altijd de veiligheid van het gros. Zeg maar. Ja, je voelt je, het gros van de mensen voelt zich daar gewoon heel prettig bij. Ja. En ik denk als ik jou de vraag stel, hoe denk je dat mijn klantenkring er ongeveer uitziet? Enig idee? Nou ja, je zit sowieso in Hilversum, dus er is veel mensen uit Hilversum. Maar of bedoel je type auto's, zeg maar? Ja, type mensen, type auto. Ja. Kijk, in elke markt heb je de mensen die gewoon voor de laagste prijs gaan. Ja. En je hebt mensen die voor het beste gaan. Ja. Dus het is meestal de vraag van, wat is dat middensegment? Ja, dat zijn mensen die 1 keer per kwartaal komen, denk ik. En misschien door de man of vrouw worden geschokt van, joh, zou je die auto niet eens even... Moet je niet eens een keer die hondenharen en dat baby gedoe eruit halen, ja. Maar denk, het leuke wat je net zegt, dat hoor ik heel veel mensen. Oh, je zit in Hilversum, het Gooi. Ja, dat is je eerste reactie. Alle respect, juist de mensen met die hele dure BMW en die hele mooie Range Rover, die geven het minste uit en die wassen het minste. Oké. Okay. Dus het is juist een doelgroep waar ik eigenlijk al heel snel vanaf ben gestapt. Oké. Okay. Waarom is het eigenlijk? Joost mag het weten. Niemand kan mij dat antwoord nog geven, maar hetzelfde geldt, en daarom kon ik het op een gegeven moment goed zien, is in de data die we aan het verzamelen waren. En je pakt de wijken, hè, waar dat soort voertuigen zitten, waar dat soort mensen wonen. Mm-hmm. Nou, een rendement van nou, mag je geen eens een rendement noemen, er kwam niks op terug. En die zie je dus ook gewoon bijna niet door de straat heen gaan. Terwijl juist een volksbuurt, ja, die mensen die zijn dol op hun auto, want het is hun eigen schatje. Ja. Het is hun eigen trots wat op de stoep staat. In verhouding is het meer waard, zeg maar. Het is veel meer waard voor die mensen, in plaats van die meneer in die Range Rover, ja, weet je. Over 4 jaar heeft hij waarschijnlijk de sleutel erin en pakt hij een nieuwe. Daar zit iets heel anders in, maar of het nou met die waarde te maken heeft, of dat het, het is niet echt uit te leggen. Vertel maar. Door je data te verzamelen was dat glashelder. Ja, het was glashelder. Maar de exacte reden, die is lastig te achterhalen waarom het dus niet lukt. Ja. Maar door die data was het echt glashelder. Van, wacht even. Dat heeft dus helemaal geen zin om daar heel veel marketingcampagnes op te gaan draaien, want daar komt toch niks op terug. Ja. En, want dat zijn de, zeg maar, de carwash modellen en hoe dat op dit moment is ingericht, mede dus door data ingegeven. Ja, klopt. Maar je kan hier natuurlijk ook nog de, wat is het, de private washing of hoe noem je het? De waspas? Nee, het privé stukje waar je auto ook... Ja, de binnenreiniging. Binnenreiniging, inderdaad. Dat is denk ik een jaar geleden toegevoegd. Klopt, ik denk iets minder zelfs. Dus, 8 maandjes of zo. Dus kan je uitleggen van wat houdt dat in en waarom is dat erbij gekomen? Heeft het ook met data te maken? Nee, het heeft niet zozeer met data te maken. Het heeft voornamelijk te maken met een stukje klantenwens en klantbehoefte. We merkten op een gegeven moment dat mensen het heel fijn vinden dat ze hun auto kunnen wassen en daarna gratis kunnen stofzuigen. Maar er is ook best wel een doelgroep die het ook wel heel fijn vindt om die auto gewoon te wassen, dan op een parkeerplaats neer te zetten, zelf uit te kunnen stappen, doen wij 4 deuren open, zij een bakje koffie en heel rustig toe te kijken hoe onze jongens of vrouwen de auto aan het schoonmaken zijn van binnen.
Dus dan zorgen we eigenlijk dat je het hele traject in 20 minuten afrondt. Mm-hmm. En dan rij je dus echt met een volledig schone auto van binnen en van buiten rij je gewoon weg hier. Dat was een stukje klantenbehoefte. Dat hebben we ook opgezet. Maar eigenlijk doe ik daar marketing technisch nul aan. Oké. Okay. Dat het heel erg arbeidsintensief is. Ja, en dus dat... het is heel lastig te schalen. Zeg. Ja, het is heel makkelijk schalen qua aantallen. Dus als ik nu bijvoorbeeld de data die ik heb en we zetten daar een e-mailcampagne op in, dan weet ik gewoon, oké, als ik nu op enter druk voor de mailing, dan gaan we weer die funnel in. Dan weet ik gewoon, ik stop er zoveel in, dan weet ik dat percentage wat er tussenin zit, dat ken ik gewoon. En dan komt er dit uit. Ja. Oeps. Dan komt het er wel uit, maar dan kan ik het op locatie kan ik het nooit ja. wegwerken. Dus dat is wel, denk ik, een leuk feit. Dat je wel heel erg goed moet opletten met het feit dat je hier niet onbeperkt maar alles naar binnen kan blijven duwen. Hè? Terwijl je op een shop, als de voorraad goed is in een webwinkel, dan kan dat relatief veel makkelijker. Ja. Alleen dat kan hier gewoon niet, dat je dan op een gegeven moment gewoon met handjes je gaat vastlopen. Ja, je hebt letterlijk of geen ruimte om auto's te parkeren, ja. of geen mensen om de auto schoon te maken. Ja. En als iemand in plaats van 20 minuten, 40 minuten moet wachten, ja. dan wordt het vervelend. Dan wordt het vervelend en is het de ja. vraag of ze dan echt nog met een blij en trots gevoel het terrein verlaten. Ik weet het niet. Ik doe het ook niet. Nee. Ik doe het gewoon niet. Duidelijk. Het is te gevaarlijk. Ja, mooi. Kan je iets vertellen over, de Carwash groeit al een aantal jaar. Ja. Kan je opmaken in hoeverre dat ook daadwerkelijk uit data komt? Kan je dat een soort meten? Of de groei voortkomt omdat je meer data gedreven bent geworden? Of komt de groei omdat je gewoon langer hier zit en daardoor meer bekendheid hebt? Ik denk dat het een combinatie is van. Mm-hmm. Dus je zit er een x aantal jaar, je begint een naam op te bouwen, dan begint zich rond te praten en mensen beginnen zich een beetje te hechten. Ik denk dat ja, Maaier van der Wingel, het ligt eraan wie het is overigens. Ja, precies. Maar het is, dat heeft denk ik met twee dingen te maken. A, dus de periode dat je actief bent, maar de cijfertjes wijzen het gewoon echt uit. We hebben een brancheorganisatie, en ik moet dat hier denk ik niet te hard zeggen, want dan word ik misschien volgende week gebeld. De brancheorganisatie BOVAG, die zegt gewoon letterlijk figuurlijk, nee, de Nederlandse consument was 8 keer per jaar de auto. Prachtig, 8 keer, mooi getal, helemaal goed. Maar is dat 8 keer 5 euro gemiddeld, is dat 8 keer 10 euro gemiddeld, is dat 8 keer 12 euro gemiddeld? Maar ja, 8 keer 10 euro is leuker dan 8 keer 5 euro. Dat is simpel rekenen toch voor iedereen. Nou, die cijfers die hadden ze niet, alleen dat cijfer van wassen, dat waren ze, dat wisten ze wel. Totdat wij zelf onze data gingen verzamelen met de kentekenregistratie. Oeps. 8 keer halen we nooit. We zitten echt op 3,8. Gemiddeld per jaar. Ja. Dat is gewoon de helft minder dan dat een brancheorganisatie voorschrijft. Ja. En toen kwamen we er dus heel snel achter van, hey, onze data is dus gewoon ontzettend belangrijk voor onze groei. Want als we met al deze data nu achterhalen dat ze 3,8 komen, en we kunnen dat opschalen naar 4,2, 4,6, 4,8, 5. Nou, dan hoef ik jullie hier aan tafel niet uit te leggen als je 50.000 klanten hebt die 1 keer extra komt. Ja, dat is wel interessant. Dat is veel, veel interessanter dan... maar blijven flyeren en maar huis in huis en maar gewoon een berichtje op Facebook zetten en de prijs eigenlijk naar beneden drukken met een kortingsactie om zoveel mogelijk dat terrein op te krijgen. Ik heb veel liever dat uit mijn bestaande doelgroep gewoon iedereen 1 keertje extra komt. Ja. En dat zie je nu dat dat model dus echt begint te werken. Dat je mensen gewoon kan gaan sturen omdat je eigenlijk alles achter de schermen van ze weten wanneer ze zijn geweest, welke periode ze zijn geweest, wat ze hebben uitgegeven. En je kan ze daar heel goed op benaderen. Ja. En ze zijn er ontzettend gevoelig van. Dat is helemaal handig voor jullie. Ja. Ja. En ik had dat nooit verwacht. Nee, ik ook niet eigenlijk. Nee. Ja, je hebt geen emotionele binding met een wasbeurt. Ja, met je auto misschien. Ja. Maar met een wasbeurt niet, zou je zeggen. Maar mensen mailen ons, ik denk dat ik per week wel 40 mailtjes binnenkrijg. Oh, zou je alsjeblieft ons nieuwe e-mailadres in de database willen zetten? Ja.
gewoon mensen die gewoon ons mailen of het e-mailadres willen aanpassen voor ze. Want ik heb geen inlogaccountje, dat heb ik allemaal niet, dat hoeft allemaal niet. Er is ook nog nooit. Maar mensen vragen gewoon of wij het e-mailadres willen aanpassen, omdat ze echt heel graag in die kortingsronde willen zitten. Ja. Ja, perfecte uitgangspositie toch? Ja, mooier kan ik het niet krijgen. Want ja, zij denken, hey, ik krijg een kortingsfoutje, maar voor ons is die waarde is veel groter. Dat is gewoon zorgen dat ze veel vaker hun auto komen wassen. Ja, ja dus wat. Want mail klinkt in elk geval als soort de primaire tool om, dat te gebruiken. Misschien ook een stukje retargeting op Facebook bijvoorbeeld. Maar wat mail je mensen dan? Of wat zet je dan op Facebook? Korting is voor de hand liggend. Ja, dus wat we vroeger deden. Dat kan iedereen. Ja, dat kan iedereen. Dus wat we vroeger deden, wat nog steeds heel veel carwashes in het land doen, is maar gewoon korting uitdelen. Dus ik geef jou korting, ik geef jou korting. Ja, heel leuk. Ik geef jullie allemaal korting. Maar jij komt 2 keer per jaar en jij 10 keer per jaar. Oké, dat gaat fout. Dus ik geef degene die veel minder komt, die geef ik dezelfde korting. En degene die heel veel komt, die eigenlijk pak ik die een beetje. Dat is een beetje lullig. En wat je dan op een gegeven moment gewoon heel erg zag is, ja, dat werkt gewoon niet. Dus zijn we de e-mailcampagne zijn we helemaal gaan uitvogelen, uittesten van joh, wat werkt nu het beste? Is dat een mailing waar heel veel informatie over staat, over de car wash, het milieu en noem het allemaal maar op? Of is het gewoon puur de mailing waarin zit, hallo, goeiedag, we hebben weer een kortingsronde. Alsjeblieft. Alsjeblieft, dankjewel. Maar dan op een veel vrolijker term. Van joh, kom weer lekker je auto stralend wassen. Het is paasweekend, hierbij een leuke kortingscode. En die code zit gewoon direct in de mail. Dus het is gewoon een QR-code, paf, die zit er direct in. Dus het is niet dat mensen vanuit die mail weer ergens naartoe moeten om weer aan te vragen. Nee, ze hebben zich aangemeld en ze krijgen van ons gewoon die mail. Dus het is eigenlijk gewoon heel simpel. Ze openen de mail, ze zien de kortingscode zitten direct. Met een klein stukje tekst erbij om het interessant te maken. En that's it. Mm-hmm. Daar halen we gewoon het beste resultaat uit. Dus wel die kortingsacties? Ja, kortingsacties met een mailing. Okay. Dat werkt gewoon het allerbeste. Maar daarin zijn we natuurlijk nu steeds verder aan het specificeren in die data. Om ook wel verschillen te maken tussen mensen die heel veel komen, mensen die wat minder komen, mensen die vaker komen. Maar zelfs op marktonderzoek van, oké, hoe ziet een postcodegebied eruit? Ja, dus je hebt vaak bij ons heb je natuurlijk verschillende postcodes, 1216, 1217, 1221, 22. Maar al die postcodes, ja, die zijn sociaal demografisch heel anders ingedeeld dan bijvoorbeeld de postcode waar de Range Rover op de stoep staat. En daar kijken we ook heel erg naar. Dus wat is het gemiddelde inkomen van zo'n huishouden? Hoe groot is een huishouden? Hoeveel ouders heeft het huishouden? Want daar passen we steeds vaker onze mailing op aan. Dus je probeert zoveel mogelijk, voor zover de data dat toelaat, je mails te segmenteren. Ja. En dus per segment een aparte actie op te zetten. Zijn we nu volop mee bezig? Ja, zeker weten. Cool. Omdat we dus er heel erg achter kwamen dat maar een berichtje op Facebook het niet meer deed. Ja. En een berichtje op Instagram, ja, het is heel leuk. Maar juist door die data kwamen we er ook heel erg achter. Dus al het geld wat ik eigenlijk in Facebook en Instagram stopte, ja, dat was gewoon letterlijk figuurlijk. Ik gooide gewoon elke maand honderden euro's gewoon in de wc-pot en ik drukte op die knop voor 10 liter en soep. Ook nog eens 10 liter weg. Ja, ja, precies. Ja. Ja, een stukje milieu en dan ging het hele verhaal. Ja, ja, ja. Ah, ik denk, wacht even, dit gaat fout. Ja. Ja. Want het was, ja, ik kreeg hele leuke cijfertjes en ik zag, ja, we hebben weer zoveel mensen bereikt. Ja, maar ik heb ze wel, bereik ze wel, maar... Het is een beetje alsof je tegen iemand die hier over straat loopt, naartoe loopt en zegt, hey, wil je auto wassen? Ja. Dan zegt hij, nee, bedankt man. Ja, ja maar ja. Dat was het. Dus ik heb wel een interactie gehad met je. Je hebt me gezien. Ja. Maar je kon toch niet. Ja. En dat liep op een gegeven moment, had ik zoiets van, hey, dan waren we eigenlijk aan het targeten van 18 tot zoveel. En van 25 tot, echt in doelgroepen. We waren ook die e-mailadressen die we kenden, gebruikten we voor retargeting. Oh, maar wacht even. Mijn doelgroep is helemaal geen 18 tot 30. Dus elke maand die euro's die ik eraan besteed, die ben ik al 4 aan het wegspoelen. Ja. Want dat is helemaal geen interessante doelgroep. Nee, ja, het is überhaupt... Voor mijn car wash dan. Nee, en de verkeerde manier van segmenteren. Want je wil segmenteren op hoe vaak ze bijvoorbeeld komen of het postcodegebied. Ja. In plaats van de leeftijd, die wat misschien helemaal geen rol speelt. Klopt. Het speelt uiteindelijk voor ons wel een rol.
Omdat we er dus achter kwamen naar het marktonderzoek over de bevolking, dat bijvoorbeeld in Hilversum gewoon een leegloper is. Okay. Alles tussen de 18 tot en met 30 verdwijnt. Trekt gewoon weg. Omdat ze gaan studeren, het wordt niet te duur, geeft allemaal maar redenen. Dus waarom zou ik me dan heel erg op die groep blijven focussen? Terwijl het uiteraard echt wel een doelgroep is. Maar ja, die geven minder snel hun geld uit. En ja, wacht, oké, okay, volgende. Ja, precies. En toen zijn we dus wel campagnes gedraaid op de doelgroep die hier binnenkwam. Ja, en toen kwamen de cijfers uit, die zijn ongekend. Ja. Want toen kwam je wel achter de kracht van Facebook of van Instagram aan. Want toen kwam je er wel achter van, dit werkt wel. Hé, hey, hier moet ik op doorgaan. Terwijl juist die leeftijd 18 tot en met 30, die zie je op Instagram eigenlijk. Hè, daar zie je gewoon de verschuiving, zie je gewoon gebeuren. Ja. Maar ja, daar is adverteren een beetje lastig. Ja. Dus ja, dan zet je maar een fotootje op van een leuke auto en dan krijg je heel veel bereik. Ja, maar dat bereik zegt me gewoon niks. Nul. Ja, ja, ik heb 10.000 mensen bereikt. Dat is fantastisch. Ja. Hoeveel zijn er in mijn wasstraat geweest? Geen idee. Ja, precies. En dan kom je hetzelfde als je huis en huis blaad. Ja. Je blijft met datzelfde probleem zitten. Ja. Ja. En die twee problemen, dus van maar eigenlijk campagnes draaien op Facebook en al dat soort kanalen. En huis en huis, daar ontstond dus op een gegeven moment van ja, wacht even. We moeten dit dus echt rationeel anders gaan doen. Ja. Want anders ga ik er nooit, ja dan blijf ik wel groeien, maar niet zoals ik het wil. En dan weet ik niet wie mijn klant is. Dus stel je voor dat jij dan volgende week zegt, ik begin hier een car aan de andere kant van het dorp. Ja, alle eerlijkheid, maak me er nu niet zo druk om. Ik wens je heel veel plezier. Ja. Zet hem maar neer. Maar ik ken mijn klant, ik weet wie mijn klant is. Ja, je kan bijna voorspellen welk deel van je klant misschien dan, hè, stel dat het een prijsvechter wordt, dan weet je bijna ja. Van, nou, ja, die zullen daar wel heen gaan. Dus zou het dan vanuit dit oogpunt, vanuit data, zou het dan bedenkelijk zijn dat ik ooit zeg dat ik gewoon een prijsvechter aan de andere kant van het dorp zelf open? Om die doelgroep te pakken. Ja. En deze locatie te gebruiken als de car wash. Premium, ja. Ja, dat zou kunnen. Dat weet jij beter als ik, want ik heb geen toegang tot je data. Ja. Maar dat zou dan, hè, dus als je die data ziet, je weet gewoon een klantenbestand rijdt 1 tot zoveel keer per jaar en er rijden er veel meer. Ja, en die groep krijg je heel moeilijk in beweging. Maar het is wel altijd de groep die op de dagen komt dat je ze eigenlijk niet wil hebben. Ja. Dus de mensen die zeg maar 5 tot 8 keer per jaar wel wassen, die staan hier op die ene drukke vrijdag lekker in de rij te wachten. Maar die 1 tot 2 keer staat toevallig ook op die dag. Want je denkt, hé, dit is echt prachtig weer, nu ga ik het ook eens een keertje doen. Ja, terwijl je dan eigenlijk je beste klanten het beste zou willen helpen. Ja. Die wil je het best van al, dus die wil je echt. Ja. Nou ja, stiekem. Ja, precies. Op een andere manier wil je ze gaan helpen. Ander moment. Ja. Want daar komt het vervolg waarom die data zo ontzettend belangrijk is geworden. Je hebt natuurlijk op zo'n terrein van een car, dat zijn een x-aantal vierkante meters. Dat is het gewoon. Ja. Maar waar blijf je op verbouwen of investeren? Blijf je dat elke keer maar op die pieken doen, zoals heel veel ondernemers in het land doen? Of ga je dat op je data doen? Ja, ik doe het niet meer op de piek, ik doe alles op die data. Omdat ik wat jij nu ook zegt, de mensen die op de dag komen dat ik het niet wil, ja, daar ga ik gewoon een campagne voor draaien, dat ik ze precies op een dag, hè, ik geef ze een aantal dagen een kans om langs te komen, om een auto, dan misschien iets meer kort in, maar dat ik ze wel naar die dagen kan toebrengen. Ja, of tot 12 uur 's middags of ja, zo, zoiets, of zeg maar wat, als je toch weet dat je het dan wordt. Ja, of dat ik weet dat het mooi weer is en ik kan inderdaad precies per uur zien wat er gebeurt. Pak even je early morning korting. Hup, boom, ja. Knallen, gaan. Ja. Dat werkt perfect. Echt super gewoon. Ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Ik ben natuurlijk tekstschrijver bij Klikproces. Maar stel jij mikt met een mail of een Facebook bericht op een bepaalde groep. Ja. Let je dan nog op hoe je schrijft of dat wat je schrijft? Of welke woorden je kiest en hoe verder let je daarop? Jazeker. Er wordt heel erg over nagedacht wat we schrijven. En er is ook echt 2 jaar gewoon echt letterlijk elke mailing mee getest. Hoeveel woorden zetten we erin, hoeveel zinnen zetten we erin, wat zetten we erin? Ja. Is het u, jij of hoe gaan we überhaupt het aanschrijven? Ja, het is eigenlijk heel losjes geworden. Het is wel heel formeel, het is allemaal heel netjes. Maar het is allemaal wel heel kort.
Dus we sturen hele nette berichten uit, maar wel een beetje met vrolijke slagzin van joh, het is paasweekend, kom lekker je auto wassen. Ja, maar dan netjes in de zin van geachte heer van de meer, of is het beste Bart, zeg maar? Nee, het is gewoon hi Bart. Hey Bart, ja. Maar dat is toch niet formeel? Nee, in dat opzicht niet. Ja, formeel is inderdaad eigenlijk best en geachte, maar ik bedoel ermee dat we wel de zinnen formeel opbouwen. Dus we gebruiken in de zinnen wel nette woorden in plaats van hey, kom even lekker je wagen wassen. Nou, ja, het is niet amicaal, zeg nee, maar. Nee, het is, ja. We proberen het wel richting die doelgroep, want die doelgroep is toch 40 tot en met 55. Dus ja, als we daar een beetje, ja. Een beetje popiopie bij te doen, zou ik maar zeggen, daar zijn ze niet echt van gediend. Niet echt, maar wat ik wel leuk vind is de vraag die je stelde, die zet me direct aan het denken hier. Wat zou er gebeuren als ik op die andere doelgroep wel een andere tekst zou gebruiken? Ja. Die heb ik nog nooit geprobeerd. Nou, ben ik niet voor niks mee. Nee. Wat gebeurt er dan? Ja, maar dat is wel inderdaad een goede vraag van willen bepaalde doelgroepen anders worden aangesproken, plus de generatie die er nu natuurlijk weer aan zit te komen, wil die nog weer anders worden aangesproken? Of is het gewoon zo dat jongeren nou helemaal altijd wat losser en informeler zijn? Ja. En naarmate mensen ouder worden, dat ze altijd een soort netter aangesproken willen worden? Of heeft elke generatie zijn eigen woordkeus en zijn eigen slang, zou ik maar zeggen, die hun triggert en waardoor ze wat gaan doen? Ja. Dat is een terechte vraag. Ja, maar dat is... Want wat nu 18 tot 35 is, is over 10 jaar natuurlijk 28 tot 45. En kan je ze dan nog steeds dezelfde mail sturen? Klopt, maar ik wil ze ook wel al in mijn funnel hebben zitten. Ja. Dus ik wil ze wel heel graag ergens uit al die kanalen gaan filteren, zodat ik ze ook ken, ondanks dat ze misschien niet direct een auto hebben. Die koppeling maak ik later wel een keer ergens. Maar ik wil ze wel kennen, voor weten wie het is. Ja. En dan kan ik inderdaad daar denken op die mailing aanpassen met de teksten, waardoor het, ja, dan ben ik wel benieuwd of wat eruit komt als je dat gaat doen. Ja. Ja, het is natuurlijk wel een keer, het zou een leuke test zijn, toch? Ja, zeker. Ja, en je kan daar natuurlijk best wel ver in gaan in de manieren waarop je zo'n mail stelt. Hè. De mails zijn relatief kort, dus het is niet dat je een heel verhaal hoeft te typen. Ja. Maar juist bij een korte mail wordt de woordkeuze nog belangrijker, omdat er niet zoveel woorden in staan. Klopt. Ja, en dan komt het echt copywriting aan. Ja, maar dat komt ook op aan. Toevallig schiet me in één keer een voorbeeld. Een middaguur open mijn mail, dan zie ik inderdaad nou, van een of andere een mooi bedrijf uit de omgeving. Zie ik een mailing voorbij komen, btw-vrije dag. Oh, hey, eens even kijken. Nou, en dan staat me toch een pak tekst, jongen, met regels, met weet ik veel wat allemaal. Ja, maar dat geldt dan alleen deze en deze dagen in de web en deze dagen alleen in de winkel en alleen op de winkel vol. Jezus, ja. Laat me zitten. Ja, dat tot ziens. Terwijl ik wel zijn doelgroep ben. Ja, en je had interesse, want je hebt de mail geopend. Dus die daar iets wil, maar toch sturen ze die mailing denk ik al 5, 6 jaar zo. Ja. Dus hij zal dus ergens... met jou nooit getest? Of hij werkt ergens, en dat kan. Ah, of zij zien een andere doelgroep die veel interessanter is. Dat snap ik misschien ook nog wel. Alleen, juist met dat soort dingen, daar zit denk ik de grootste kracht van veel organisaties op te kijken om inderdaad echt succes te draaien op e-mailcampagne. Ja. Want daar moet je... Daar zit, ja, daar moet ik het van hebben gewoon. Ja. En los van, want dat is vooral hoe de car wash data gedreven wordt. Wat zijn verder belangrijke activiteiten die je doet met online marketing? Dus we hadden het al even kort over social, over retargeting. Ja. Conversie optimalisatie, SEO, CA, noem het maar op. Het is heel lastig tegenwoordig, want we hebben natuurlijk wel eens onderzoeken laten doen van joh, ja, auto wassen, Google, vertel ons eens wat. En zit daar echt nog een slag te halen? Ik denk zeker dat daar voor ons nog veel meer uit te halen valt zo meteen. Als je toch kijkt in zo'n gebied wat mensen op auto wassen doen en waar ze op zoeken, dat is echt een groot artikel waar we gewoon echt nog veel kunnen behalen. De overige segmenten die zijn een beetje, die worden wat lastiger. Vroeger was het natuurlijk op Facebook was het dan veel makkelijker om een advertentie te draaien. Dat is wel echt iets, ja, een advertentie draaien is heel makkelijk. Maar een goede advertentie die voor ons werkt, ja, het is bijna niet te doen. Want ja, die hele doelgroep die ken je bijna al uit die postcode. Dus het enige wat je kunt doen is juist de doelgroep blijven richten die je niet kent, waar je iets meer uit wil kennen.
Maar ja, er komt te weinig uit om daarop door te blijven investeren. Dat maakt het een beetje lastig. Ja, dus vandaar dat, als ik dan goed begrijp, is het qua activiteiten, qua social, is voor jullie afgenomen. Ja. In de afgelopen jaren, omdat het gewoon in elk geval niet aantoonbaar rendement opleveren. Ik denk in de afgelopen 2 jaar is het gewoon, mag je het woord drastisch wel echt gebruiken. Ja. Dat is voor ons zo erg veranderd, weet je. Voorheen inderdaad 7 dagen in de week, elke dag ging er iets op. Dat is gewoon teruggebracht naar 3 keer in de week. Dat is voldoende. Ja. Bereik is afgenomen. Alles zie je afnemen. Ja. Zeg maar even, de vind ik leuks en de volgers, dat groeit allemaal nog wel een beetje. Het is allemaal wel redelijk gestaagd. Maar het echte bereik, nee, dat is er wel uit. En de website zelf? Dus weet je of dat nieuwe klanten aanlevert? Mensen die jullie niet kennen, gewoon googlen Carwas Hilversum of iets in die zin. Want dat is natuurlijk een onderdeel van die funnel om vervolgens het kenteken en de info te hebben om die machine aan te zetten. Die funnel, die wordt nu inderdaad een stukje bij beetje uitgewerkt om dat te verbeteren. Dus de website staat en die draait. Maar daar valt, dat is de volgende slag die we moeten gaan slaan. Dus inderdaad mensen die ons nog niet kennen, die ons wel opzoeken, zorgen dat ze goed op die site terechtkomen. En dat ze ook op die website, ook in, eigenlijk stiekem in zo'n funnel verhaal terechtkomen. Hey, komt die pagina en dat het, oké, daarheen, 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 paf. Mooi, 2 stappen, 1 stap, gegevens invullen, meedoen aan die kortingscode. En eigenlijk nog dezelfde dag langskomen. Ja. Want, ja, dat zijn natuurlijk ook dingen die je mooi kan mailen. Het moment dat iemand zijn code ontvangt. Klopt, want hoeveel mensen denk je dat er bij ons op de site komen stiekem per maand? Ja, los van de mensen die gewoon letterlijk op je naam zoeken omdat ze je kennen. 300, denk ik, Hilversum. Hoeveel mensen wonen hier? 50.000? Hilversum, omgeving 120.000. Ja, dan zou 300 wel aan de lage kant zijn. Ja, 800? Nog wel meer. Nog meer? Ja. Veel meer. En dat zijn dus allemaal mensen die niet hebben gezocht op Carwas & Go Hilversum, maar die zoeken op autowassen, Carwas. Dat is dus het hoofdstuk wat zo meteen echt uitgezocht moet gaan worden. Van wasstraat, de teksten. Om inderdaad van, hé, wat gebeurt er nou precies? Want er wordt wel 15.000 keer per maand naar onze route gevraagd. Om Google. Ja. En daar kon ik het linkje niet helemaal leggen. Denk, hé, je woont in Hilversum. En dan link je 15.000 mensen die elke maand gemiddeld een routebeschrijving opvragen. Toen zat ik ook te bedenken, kan ik daar überhaupt nog iets mee? Google My Business, ja. Daar kan je van alles mee. Die routebeschrijving, dat is echt, waarom vragen mensen die toch hier wonen, vragen 15.000 mensen de routebeschrijving aan? Omdat het lekker makkelijk aanzet is. Lekker makkelijk rijden. Ja, maar ja, ik weet niet hoe ver de verste postcodes zeg maar hier vandaan zitten. Als dat natuurlijk een paar kilometer is, dan denk je misschien, ja, ik stap mijn auto in, klik hem aan en... Je hebt heel veel summit hard en eromheen ligt een rondweg, dus je rijdt je woonwijk uit, je knalt die rondweg op en je bent er. Nou, ik denk dat tegenwoordig dat het aantal mensen dat rijdt op basis van navigatie versus het aantal mensen dat rijdt op basis van herkenning op het wegennet, dat verschil is gewoon, ik denk dat het 50-50 is bijna. Ik bedoel, mijn meisje, vrouw tegenwoordig, correctie. Sorry Peter, vrouw. Die rijdt ook gewoon louter op navigatie. Ik kan me nou zo maar storen. Ja, zoals ik doe, zeg maar. Ja, precies. Je mag gewoon zeggen. Je bent er zo heen. Ik weet echt helemaal niks. Ik rijd echt inderdaad blind, vaar ik op die navigatie. Ik denk dat het gewoon dat het de actie is. Gewoon wasstraat, routebeschrijving, tikken met de auto aan. Niet meer nadenken. Klaar, niet meer te denken. Maar zou ik tussen dat moment van het klik aan en joh, als ik daar dan nog iets tussen kan krijgen, mijn funnel. Ja, maar daar dat maakt voor jou toch niet uit in de zin van mensen komen dan toch hierheen. Ja, maar ik wil ze best belonen voor het feit dat ze hier naartoe komen. Als ik ze nog niet ken. Ja, dan wil ik best een beloning uitschrijven. Ja, dat kan op zo'n moment niet, want ze zijn niet op je site. Ze zitten in Google. Ja. Dat is dus zo'n stukje, want een beloning uitdelen voor dat ze komen, want het is fantastisch dat ze komen, hè? Begrijp me niet verkeerd. Dus ik vind het heerlijk als jij je auto komt wassen. Maar tussen de mensen die ik zeg maar niet ken, we hebben drie groepen hebben we hier. We hebben eigenlijk gewoon de wasklant, die wast zijn auto gewoon. We hebben een waspashouder, dat zijn mensen die hebben een waspas, daar zetten ze geld op en daarmee wassen en hebben ze altijd korting. Dus ja.
wanneer ze ook aankomen rijden, ze betalen altijd minder. En we hebben een grote doelgroep die rijdt dus op eigenlijk de kortingsfoutjes via de mail. Ja. Maar als er iemand komt van die 15.000 mensen die ik helemaal niet ken. Ja. Ja, waar moet je ze dan plaatsen? Ik wil ze ergens in één van die drie segmenten wil ik ze plaatsen. En het liefst natuurlijk niet in de klant die ik nooit ken. Want wij weten ondertussen ook wel wat de frequentie is van het wassen en de uitgaven die we eraan kunnen koppelen. Dus de klant die we eigenlijk niet kennen, die maar aankomt rijden. Ja, die komt ergens tussen de 2 en de 3 keer per jaar. Er zit een beetje 2, 3, 2, 4. Maar de mensen met een waspas, die komen gemiddeld 7 keer per jaar. En geven ook nog eens 5-6 euro meer uit dan de klant die hem niet kennen. En de kortingsfoutjes, ja, die hangen nu tegen de 4 aan. Ja, dus het meest vervelende voor je bedrijf is gewoon de klant die je niet kent. Dus wat doe je dan, of wat kan je dan doen in de wasstraat, denk ik, om eigenlijk de conversie te verhogen van onbekende klant naar bekende klant? Ja. Komt dat gewoon puur aan op de mensen die hier staan? Of is dat inderdaad de was- en win-acties? Dat is natuurlijk gewoon een stukje conversie-optimalisatie om je hele systeem beter te laten draaien. Klopt. We hebben natuurlijk een tijdje geleden zijn een aantal wetgevingen ingegaan. Dat wel de branche een beetje op zijn kop heeft gezet. Want ja, we willen die klant eigenlijk kennen. En hoe kan je dat allemaal op een manier doen die ook nog... wat allemaal verantwoord is en wat veilig is. Ja, er is eigenlijk maar één weg. Hè. Er zijn wel 2 wegen. Want op het hele terrein proberen we stiekem ook mensen. Ze komen binnenrijden. Dan komen ze met een programmabord aan en een kentekenkenning. En dat zien zij dan niet, dat zien wij wel op de kassa. En daar begint eigenlijk onze funnel. Mm-hmm. En dan gaan ze door die straat heen. Als ze de straat uit rijden, komen ze reclame tegen. En daar verwijzen we eigenlijk continu door naar de funnel. Dat we mensen erin willen krijgen. Dus bijvoorbeeld 1 mei start zo meteen weer een was en win. Mm-hmm. En dan gaan we inderdaad aan iedereen weer die kaartjes uitdelen. En daarin proberen we natuurlijk weer zoveel mogelijk data te genereren. En voornamelijk kentekens. Omdat we dan die kentekens kunnen koppelen aan onze kentekenherkenning. Ja. Waardoor ik dus ook echt voortaan weet van, hey, oké, ik zie Bart aankomen rijden in zijn auto. Nou, ik weet niet dat het Bart is, maar door je kenteken weet ik dat het Bart is. Herkenteken. Ja. Kentekenherkenning is dat was het. Ja. Ja. Maar de gezichtsherkenning is het allermooiste. Ja, maar dat gaat misschien nog een stap te ver. Ja, maar het gaat er wel aankomen, denk ik. Ja? Gezichtsherkenning in de wasstraat? Ja. Wat we steeds vaker gaan krijgen is de automatische... ik noem het gewoon de automatische piloot van afrekenen. Mm-hmm. Dat zijn gewoon eigenlijk de betaalautomaten, die net zoals een parkeergarage staan. Of die je tegenwoordig bij McDonald's binnen ziet. Omdat die veel sneller gaan. En die zijn nooit ziek. Ja. En die zeggen altijd. Die hebben nooit op mensen dat ik tegen jou moet zeggen. Je komt aanrijden, kies normaal. Zullen we een keer beste nemen, Bart? Dat is best wel een drempel. Voor sommige mensen om dat. Proberen te doen. Eigenlijk probeer ik 6 euro uit je zak te halen. En die machine die kent nul schaamte. Ja. Programmeer je in en die zegt het gewoon. Een reden onweert of wat dan ook, die doet het gewoon. Ja, plus die machine weet misschien beter wanneer het relevant is voor een klant. Exact. Want niet iedereen kan je of zou je ook moeten proberen te upsellen. En als het goed is, kan je dat bijvoorbeeld via data achterhalen. Ja. Sterker nog, je kan zelfs achterhalen dan, die persoon komt hier 4 keer per jaar. Ik heb hem nu al 8 keer geprobeerd te upsellen, hij doet het nooit. Dus misschien moeten we er gewoon mee stoppen, want misschien vindt hij het vervelend. Of we moeten de upsell veranderen. Of we moeten eens een keer aan die meneer vragen, hey, waarom neem je altijd dat wasprogramma? Heel ordinair gezegd, hè. Ik draai gewoon de wasprogramma knopje uit als hij aankomt met zijn kenteken. Dat kan ook nog. Dus na 8 keer draai ik gewoon het programma uit. Het is er niet, het is uitverkocht. Ja. Paf, het is op. Nee, maar... Ja, want je kan een gepersonaliseerd aanbod per klant. Boom, de rest is weg. Ik zet hem maar, joh, kijk. Alleen... De ontwikkelingen van die systemen, daar is natuurlijk in die carwash-branche is daar nooit over nagedacht. Dus waarin jullie met het vakgebied al veel verder zijn, lopen wij eigenlijk heel erg achter. En moeten nu in hoog tempo moeten we gaan schalen en investeren om dat in te halen. En daar zit het grootste probleem gewoon. Ja. Daar gaan zulke bedragen in om dat allemaal... Hè? Als je data verzamelt, dat is het allemaal niet. Maar dan die vervolgstap om die data goed te gaan gebruiken, ja, die is gigantisch kostbaar. Ja.
Maar want dat was zeg maar de originele vraag van hoe zet je een onbekende klant om naar een bekende klant. En dat is dus echt puur door bijvoorbeeld was- en winacties. Dus letterlijk doordat mensen vrijwillig zeggen ik ben deze persoon en ik wil gebruik maken van deze actie. Of... Ja. Maar we... En dat doe je dan één keer per kwartaal bijvoorbeeld? Of zo? Of we draaien elke maand acties. Ja. En we pakken zeg maar 3 of 4 keer per jaar grote acties als een was en win. Ja. Een rad van Fortuin hebben we draaien. Naar de gekste dingen. Maar het werkt één voor alle. Ja. En de ene werkt natuurlijk iets beter dan de andere. Ja. Maar wat er gewoon zo meteen gaat gebeuren, waar we echt eigenlijk van de week mee zijn begonnen, nu aan het uitwerken zijn, alles aan het testen, is dat we het eigenlijk permanent gaan draaien. Dus, en dat je dus op die manier permanent je data op orde hebt. Ja, wat ik ga doen, ik ga gewoon echt een locatie voor de kassa maken. Dan ga ik het lekker aangenaam maken voor iemand, verwarmingje, watertje, koffiemachientje, bij alles erop en eraan. Om er altijd het beste resultaat te behalen zonder dat het vervelend is voor onze klant. Dus jij komt zo meteen aanrijden, paf, we pakken die kenteken, herkenning, herkenning, kenteken, pakken we weer op. Hé, hey, ting, 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 ting. Hey, ik zie meteen alles, want we zijn permanent live die verbinding aan het leggen. Hé, hey, die ken ik niet, oké, dan geef ik flyer A mee. Ja, precies. Die ken ik wel. Geen flyer B mee. Ja. Totdat de machine hem uitspuugt. Ja, tot de machine zegt die ken ik, boem. Geven we niks meer. Ja. Maar dan zeggen we bijvoorbeeld na 8 keer, ach, Bart, we vinden je zo fantastisch. We geven je een eye over je bol. Je krijgt hem vandaag voor X. Ja. Ja, want dat kan ook nog een manier voor upsellen natuurlijk zijn. Ja. Je geeft een beter programma één keer gratis. Bingo. En van mijn part zorg je ervoor dat als je zo'n klant hebt, dat iemand bij jullie nog even naartoe loopt van nou, dat is wel een groot verschil, hè? Ja. Of, en dan kijk, en via je data kan je weer zien of dat dan zorgt voor een herhaalaankoop. Of dat we zeggen van inderdaad, zoals jij zegt, nou Bart, I hope you bol, je pinpas mag je houden vandaag, dit rondje is van ons. Ja, precies. Maar dat we het zo koppelen dat we het weten, maar dat we je wel een mail sturen voor een recensie. Ja. Ja, en het zou een mooie zijn om bij jullie aan de kassa. Ik kan me voorstellen dat het een hele goede vraag zou zijn als iemand één keer een beter programma heeft, tenminste een groter programma, dat je de volgende keer zegt, zullen we hetzelfde doen als de vorige keer? Ja. Dat zou een mooie vraag zijn. Ja, maar dat is het. En dan wordt dat de nieuwe norm, als het ware. Maar die kassa, die gaat je automatisch zo meteen met die data, dus een kassa is gewoon een kassa, is een mooie RVS dingetje. Mm-hmm. Maar de data die in die kassa staat, die is zo meteen zo belangrijk, want die maakt het model gewoon rond. Ja. Van joh, de vorige keer zag dat je het best had. Zullen we het? Gaan we gewoon mooi aan doen, weer het beste? En dan wordt het veel makkelijker communiceren. Ja, en dan vind ik het wel interessant om na te denken van als je inderdaad zelfs persoonlijke programma's kan maken. Is het dan zo dat gewoon überhaupt programma's gaan verdwijnen misschien? Dat iedereen gewoon een persoonlijk aanbod krijgt? En ga je dan ook naar een heel ander aanbod? Want nu valt het me op, we doen natuurlijk heel veel online conversieoptimalisatie en een van de belangrijkste fouten die we nog altijd zien is dat mensen verkopen op eigenschappen. Deze auto heeft 200 pk en zo'n motor in plaats van op voordelen. Klopt. Nou volgens mij, als ik nu hier naar jullie aanbod kijk, is het ook eigenschap gedreven, namelijk wat gaan we wassen? Klopt. Velgen. Dus ga je dan ook een aanbieding maken op basis van soort voordelen of andere dingen die mensen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, dit is het milieuvriendelijkste programma. Of dit is het snelste programma. In plaats van, normaal programma duurt 10 minuten en dit duurt 3 minuten. Ik denk dat we heel stilletjes daar steeds meer naartoe gaan. Dus nu zie je een heel groot doek hangen van 10 bij 5. Mm-hmm. Fantastisch groot. 2-3 jaar hangt het doek er niet meer. Dan is het een scherm. Dan wordt het aan een scherm bij de kassa veel kleiner. Die dus inderdaad precies zoals jij zegt, de eigenschappen eruit haalt en het veel meer persoonlijk maakt. Ik denk dat daar, we zien bijvoorbeeld aan de andere kant van de oceaan naar Amerika. Jullie moeten daar eens gaan kijken. Die zijn gigantisch ver daarmee. Daar kom je gewoon aanrijden, daar heb je 4 of 5 lenen. Heb je gewoon 4 of 5 banen. En daar wordt eigenlijk de klant wel even, die wordt gewoon stilletjes al verdeeld. Vaste klant, pinklant, maandabonnement. Maar ik wil nog een kassaatje met iemand. Er wordt gewoon direct bij de plop, 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 plop. En daar gebeurt dus wat jij nu vertelt, dat gebeurt daar.
aan die kassa unit, zo'n hele mooie box hebben ze daar staan. Die maakt gewoon een programma voor je. Ja. En dat betekent dat je dus veel meer kan spelen met je prijzen, inspelen op wat mensen belangrijk vinden. En aan jouw kant misschien op het moment dat je, ik weet niet precies hoe dat zit qua inkoop, maar ik neem aan dat je ook wel eens bepaalde zaken moet inkopen om te wassen. Ja, en dat zeker. Je als je het groter inkoopt, dat je een voordeel hebt. Dat gebeurt natuurlijk in elke retail. Ja, en als je opeens goedkoper inkoopt, dan kan je er een mooie actie, of dan probeer je dat te pushen in restaurants niet anders. Hè. We hebben zoveel vlees ingekocht, dus alle bediening moet even wat vlees. Nu zijn de aspergesperiode. Ja. Elke horeca bij naar binnen gegooid, dan loopt, dan word je plat gegooid met asperges. Ja, precies. Ja, dat is gewoon in no time is dat gewoon volume draaien. Ja. En daar, zeg maar wat ze doen, prijs verhogen. Ja, ze houden allemaal stabiel om grote marge te draaien. En dat moet hier ook gebeuren. Het moet veel persoonlijker zijn om dat vlak te draaien. Ja. En dat zou dus ook kunnen betekenen dat je veel programma's gaat krijgen die er nu gewoon niet zijn. Ik heb voor mijn gevoel, ik was mijn auto niet heel vaak. Maar als ik het doe, dan is dat de helft van het programma. Dan denk ik altijd, ik moet het kiezen. Want ik wil die drie dingen wil ik wel hebben. En die drie niet. En die drie hoeven van mij eigenlijk niet. Maar dit is het kleinste programma waar die drie dingen in zitten. Klopt. En daar kan je dan eigenlijk helemaal vanaf stappen. Ja, klopt. Maar wij, die programma's zijn natuurlijk zo opgebouwd, omdat we wel weten wat. Kijk, de ene geeft heel veel om een auto, maar de gemiddelde mens die 5-6 keer per jaar komt, die geeft iets om die auto. Ja. Nou, die geeft echt niets om die spiegel, hoor. Ja. Dan kan ik wel zeggen, ik doe een spiegelwassing, maar dat zegt niemand iets. Ja. Maar als ik er opeens opzet intensieve velgenreiniging, dat zegt iedereen wat. Precies. Maar als ik een intensieve spoilerreiniging doe, niemand. Ja. Maar een intensieve dorpelreiniging, dat zegt iemand wel weer wat. Maar dat zijn wel termen die ik in die online kanalen wel terug laat komen. Dat ik weet en merk dat die wat doen. En dat is ook het proberen dus dat allemaal aan elkaar te koppelen. En daar de juiste data uit te halen. Om ervoor te zorgen dat ik dat dus hier naar de wasstraat krijg. Voor een intensieve dorpelreiniging. Ja, want dan kan je zelfs. Want kijk, elk bedrijf heeft als probleem dat ze het goedkoopste programma. Ja. Dat is een probleem in de zin dat je eigenlijk nooit het goedkoopste wil verkopen. Klopt. Maar zelfs iemand die altijd het goedkoopste programma koopt, kan je dan gaan upsellen met, wat is dat? Een velgenreiniging en een dorpelreiniging. Ja, of en dan kan je gaan van, wil je normale velgenreiniging of wil je de intensieve, dat iemand met een tandenborstel even eroverheen gaat. Klopt. Dus dat zou een manier kunnen zijn om van je minste programma af te komen. Klopt, want op die manier kan ook stiekem je gemiddelde uitgave hoog worden. Wat nu kost inderdaad het hele programma met dingen dat jij niet wil hebben kost, ik zeg even 10 euro. Ja. En het standaardprogramma kost 8 euro. Maar als jij het intensief vel van dorpel erbij wil hebben, is 3 euro. Mm-hmm. Hey, dan zit ik opeens op 11. Ja. Toch 1 euro te pakken. Maar dan moet je wel van dat grote doek af. Ja. Want anders, val je, vaste, anders val je door de mand met die vaste dingen. Ja. En die ontwikkeling is ontzettend interessant. Maar dan moeten al die processen, die moeten 100% waterdicht zijn. Ja. Anders gaat het fout. En je car wash machine moet dus gepersonaliseerd kunnen wassen. Maar je hebt natuurlijk gewoon, het zijn een aantal dingen die aan en uit gaan. Dus dat is gewoon een code uit en insturen. Ja. Zo simpel werkt dat gewoon. Ja, dit is verkocht, dit moet aan. Ja, prima. Dat is allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. Alleen je moet er naartoe werken. En ik denk dat dat de grootste vraag is. Je hebt natuurlijk online een hele hoge groei gezien. En ik las gisteren, vond ik zelf een heel interessant artikel over het feit dat veel shops 30 euro gratis verzenden al. Ja. Of sowieso gewoon gratis verzenden bij sommige partijen. Maar dat heel veel organisaties erop terug beginnen te komen. Ja, want het is gewoon niet. Het maakt je marges gewoon kapot. Je helpt je. En dat is iets waar je hier de hele goede balans moet vinden tussen wat. Hè, dus ik kan inderdaad ook wel zeggen, ik ga het allemaal doen, maar als het dan straks niet werkt, oeps. Ja, precies. Ja, want dat is wat ze allemaal hebben gedaan, om maar heel veel klanten te winnen. Om maar heel veel conversie te doen. Heel veel conversie en heel veel data binnen te halen, te hengelen en te doen. Ja. En dan nu na 2 jaar laten we dat maar omdraaien. Ja, ik heb die data, dus ik stuur je toch wel een mailtje. En dan hoop ik, dan zal die conversie iets minder gaan worden, maar... Ja, de maar je winstmarge wel beter. Ja, maar ze weten nog steeds dat dan een x-aantal mensen gewoon iets koopt. Ja. Alleen dat is iets wat ik hier niet wil doen. Dan moet het gewoon helemaal goed zijn. Ja. En waterdicht.
Tof. Dus data gedreven, daar ben je voorlopig nog niet klaar mee? Nee, nooit. Daar ben je net mee begonnen? Ja, eigenlijk staan we in de kinderschoenen. Eigenlijk staan we echt in de kinderschoenen van data gedreven. Ja, en ik vraag me dan wel af in hoeverre, wat Nick net ook zei, in hoeverre blijven ouderwetse teksten en dingen, blijven daar een rol in spelen? Want het ontwikkelen van die gepersonaliseerde programma's bijvoorbeeld, of überhaupt van de programma's, ook hoe je ze nu hebt, daar spelen, ja, het is bijna niks wat je leest. Dus die paar woorden, hè, een woord als intensief. Ja. Ja, weet je, dat kan zo'n belangrijk verschil zijn, ja, in de beleving van iemand, terwijl je niet heel aanwijsbaar kan zeggen van, kijk, dit is eentje met de normale velgereiniging en dit is een met, ja, de intensieve. Dus het is ook vooral wat iemand daarvoor waarde aan, ja, toekent in zijn gedachten. En daarmee de manier waarop je het uit extreem belangrijk, ja, is. Zeker als er maar zo weinig opties zijn. Die uiting die is zo ontzettend belangrijk. Dus dat stukje, zoals met tekst wat jij net zegt, dat wordt alleen maar groter in de loop der jaren bij ons. Want vroeger was het ook, ik ga voor de grap maar eens even googlen allemaal. Op een autowasstraat in Gorkum. En kijk maar eens even wat daar staat. Ja, er staan zoveel dingen die je toch niet begrijpt. Ja, alleen, dat is de polish waar je het over had. Ja, de polish of de super wax bodemreiniging. Super wax bodemreiniging. Alleen het woordje bodemreiniging begrijp je. Smeer dan wax aan de onderkant? Wat? Ja, ja, nou ja, ja. Zeg het maar, ja, ik weet het ook niet. Ja, ja, of ze noemen het de lava intensief. Oké. Okay. Lava. Ga je dan lava over mijn auto gieten? Ja, 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 snap je, wat moet je er daar als... Dat voelt een beetje als waar wij altijd om moeten lachen en moeten huilen, is als je op de gemiddelde website komt en dan zeker bij de Over Ons pagina, hè, dan krijg je de bingo woorden. Ja. Dus duurzaam, flexibel, synergie, milieubewust, klantgericht, kwaliteit. De koffie staat altijd klaar. De koffie staat altijd klaar, de deur staat altijd open. Ja. Dat moet je natuurlijk voorkomen als je eigenlijk echt probeert te verkopen. Ja. En zeker als je dus moet gaan verkopen met een paar woorden. Ja, je moet een goede balans tussen dat soort onzinteksten en de verkoop, die moet je zien te vinden. En die is textueel en woordtechnisch zo lastig te vinden, ja, dat het zo belangrijk gaat worden voor ons met testen, uitproberen, combineren, wel niet. Ja, want dat is gigantisch. Dan kan je dus ook in real life gaan AB testen. Dan kan je, ja, dus zeggen, ik heb of dit wasprogramma of dit type klant. Ja. En dan ga ik, de helft van de tijd zegt het scherm dit programma met deze woorden. En de andere helft, ja, hetzelfde programma met deze woorden. Ja. En dan kan je gewoon kijken wat beter verkoopt. Ja. Oh, wat lachen. Ja. Echte AB testen. Dat, ja, heb je niet veel branches waar je dat in het echte leven kan doen. Het gaat natuurlijk allemaal op shops en sites normaal. Jawel, maar dat is denk ik wel waardoor de retail natuurlijk in een groot gedeelte gewoon echt drastisch achter is gaan lopen. En dat is gewoon letterlijk wat ik hier zag gebeuren. Is van, ja, dat is leuk, hè. En auto's blijven wel. En Nissan roept al jaren dat ze een autolak aan het ontwikkelen zijn die zichzelf wast. Mm-hmm. Prachtig. Maar er blijven altijd auto's rijden die lak niet hebben. Mm-hmm. Dus dat blijft, maar we kunnen niet op deze manier door blijven gaan, want ja, dan sterft het vanzelf wel een keer uit. Ja, je moet in elk geval blijf je heel erg hangen. Op een niveau. Ja. Ja. Als je verder niks weet, ja, dan kan je. Dus je moet dingen weten om dat door te pakken. Dat zie je natuurlijk in heel veel retailorganisaties niet gebeuren. Ja, van de week ging er weer eentje ergens over de kop. Ja. Ik heb er echt wel ooit iets gekocht, maar ik krijg nooit een mailtje. Ja. Of ouderwetse drukbedrijven, dat vind ik nog steeds een prachtig voorbeeld. En dus ik druk heel veel reclame, serieus helpen, ja. Ja. Ja, en ik bestel het gewoon overal waar het los en vast zit als het moet. Ja. Omdat het op een of andere manier is er geen eentje die mij persoonlijk benadert. Ik ga allemaal mee in die hele grote bingo troep. Ja. Ik heb nog nooit een roll-up banner gekocht. Waarom krijg ik 12 keer per jaar een mail van een roll-up banner? Dat wil ik helemaal niet. Nee. Ja, dus je zegt eigenlijk, ik koop heel veel, maar niet dat. Dus nee, wat moet ik ermee? Dus waarom krijg ik dat elke, ja, keer van mijn snuffert? Dus als ik dan iets bestel, iets speel, ja, dan ga ik gewoon weer naar de volgende toe. Ja. Want ze binden me niet tot dat. En dat heb je ook met heel veel retailwinkels. Ja, dan kom je heel vaak. En als ze het goed doen, weten ze gewoon precies wat je koopt. De Albert Heijn ook. Ze weten, eigen theorie ook, ze weten
Ja, want je koopt, maar toch gebeurt er niet heel veel mee, stiekem. Ja. Dan krijg ik een bonusmelding, ja, maar ik wil geen bonusmelding. Ik wil een melding dat mijn boodschap in de winkel, dat ze er allemaal zijn en dat ik niet een pak yoghurt misgrijp. Ja, precies. Dat je bij de kassa een alert krijgt van, hé, je hebt geen yoghurt gepakt, ja, weet je het zeker, Borre? Dat is wat ik wil hebben. Ja. En misschien gaat het wel heel ver, maar zo wordt het natuurlijk wel de mens sturen. Dat is in autobedrijven, ja, heel veel dingen, zie je gewoon dat daar een heel groot gat is ontstaan tussen, van, ja, jij brengt denk je auto naar een dealer toe, mm-hmm, maar ja, wat voor mailtje krijg je dan van hun? Het is tijd voor periodiek onderhoud. Review, ja. Of ik een recensie achter wil laten, dat, ja, is een mailtje die ik krijg. Dat is toch, ja, oké, okay, prima, laat ik een recensie zeggen. En dan? Heb je dat gedaan en dan? Nou ja, niks. Niks, nee. Ja, je APK, die krijg je altijd standaard. Ja. Maar... Je krijgt niet eens bandenwisselmiddels volgens mij. Waarom proberen ze jou niet drie keer per jaar in die werkplaats te krijgen voor twee tientjes? Want als ik jou zo hoor, jij rijdt gewoon blind op die navigatie. Ja. Die auto zal je heel weinig boeien, maar het enige wat het ding wel moet doen is starten lopen. Ja, ja. Nou ja, dus als jij die auto drie keer per jaar wegbrengt voor twee tientjes, elke keer. Ja, maar het is niet alleen dat. Het gaat natuurlijk verder met... Ik heb natuurlijk ergens ooit een keer een auto gekocht. Ja. En je kan wel raden dat tussen... Ja, ik weet niet precies wat dat getal is, maar ergens tussen 3 en 5 jaar zullen de meeste mensen van een auto wisselen, schat ik in. Schat ik ook in. Dus ja, daar zou je ook op kunnen acteren. Ja. Maar inderdaad, er zijn nog veel... Nou ja, zowel websites als shops, dat komen wij natuurlijk veel tegen, maar ook retail die er niks mee doen. Heel veel niet. Ja. Ja, je gaat waarschijnlijk als je iets bestelt bij drukwerk, drukland, al dat soort drukwerkdeal, ja. Ja, dan ga je gewoon, word je op de stapel gesmeten. En dan achteraf krijg je inderdaad een mailtje van die je dan waarschijnlijk niet nodig hebt in jouw geval. Ja. Maar dat is natuurlijk ook met, als je bijvoorbeeld kijkt naar Coolblue, die stuur je dan een handgeschreven briefje. Mm-hmm. Zo toch? Na afloop om je te bedanken. En dat is dan ineens wereldnieuws en het werkt dan als een trein. Het is eigenlijk bijzonder dat we daar nooit mee experimenteren, toch? We gaan ervan uit dat we het op de berg gooien en dat het dan... Ja. Dat het dan goed is, dat het dan goed komt. Nou, hey, kijk, ik neem aan dat van die giganten als drukwerkdeal natuurlijk wel heel erg druk zijn met personalisatie. Alleen het is soms heel moeilijk, zeker als je veel producten hebt. Kijk, jij hebt grote voordelen, dus je hebt één product. Tenminste, je hebt wel meerdere producten wel binnen, maar je auto moet schoon worden. Ja, één locatie naar verschillende producten. Ja, ja, en dat maakt het personaliseren natuurlijk wel veel makkelijker dan een drukwerkdeal die honderdduizenden producten heeft en waar je in theorie ook gigantisch veel klantsegmenten kan maken. Dus wanneer is dan een klantsegment goed? Dat is een hele moeilijke vraag. Ja. Ja. Hoeveel is eruit te halen als je het wel doet? Ja, eens. Ja, dat ben ik met je eens. Maar daar komt dus vaak het vervelende, waar wij dus ook tegenaan lopen, is die branche. Het is de kosten tegenover de baten. Ja. Van wat moet ik investeren en wat we weten nooit of het allemaal op gaat leveren. Dus stel je voor dat ik hier zo'n kassa-unit neerzet voor een godsvermogen, en dat is echt serieus geld. Ja, Ja, ik heb toevallig dat ik het weet in Amerika, maar Amerika is geen Europa. Nee. En helemaal geen Nederland. Dus het is leuk dat dat ding daar 100% werkt. Maar werkt die hier straks ook? Ja, zeg het maar. Ja. Ja, dan moet je best wel veel investeren. Dat denk ik dat daar vaak de crux ligt, dat de balans is een beetje, zijn we een beetje aan het kwijtraken. Ja. Dan, want we zijn inmiddels al een tijdje bezig, dus dan heb ik eigenlijk nog één afsluitende vraag. Wel een goeie, hè? Ja, zeker. Nou, wat spannend. Nou, wordt het leuk. Zo spannend is die niet. Nee, als je bezig bent met inderdaad het eigenlijk meer data gedreven maken van de car wash, of bezig bent aan het denken aan over conversieoptimalisatie of je pakketten, waar haal je inspiratie vandaan? Of waar haal je ideeën vandaan? Los van natuurlijk de data zelf. Heel veel ideeën en inspiratie die ontstaan eigenlijk door heel veel informatie die je buitenaf ziet bij andere organisaties opeens tafel te gooien. Daarom, ja, als andere organisatie bedoel je andere carwashes of gewoon... Andere bedrijven, kleine organisaties, grote organisaties, online shops, retailers en andere carwashes. Je ziet de verschuiving ook in onze branche van een oude naar een jonge generatie. Ik ben zelf natuurlijk vrij jong en ja, het oude trekt allemaal een beetje uit. En wij als jonge generatie hebben gewoon ontzettend veel contact met elkaar, want ik zit in Hilversum en een hele goede bekende van mij zit in Soest of in Utrecht. Mm-hmm. Ja, Soest ligt best wel dichtbij, maar ja, dat is voor mij geen gevaar, voor hem geen... We kunnen beter zeggen, we splitten hier de lijn, ik ga daar niet, dit blijft gewoon, dit is voor mij, dit is voor jou en dan allebei tevreden. En we delen ontzettend veel informatie met elkaar.
En ja, door precies. Die... Omdat je hem toch niet in elkaar slaat. Nee. En door die informatie ontzettend veel met elkaar te delen en alles wat iedereen dus ziet bij elkaar te gooien, ja, daar kom je tot gigant, ja, daar kom je echt tot inspiratie. Ja, voor alle duidelijkheid, dat zijn dus niet gegevens van de klanten, maar gewoon wat voor soort marketingacties doen we. Inderdaad, niet gegevens van de klant zelf, maar wel van wat brengt inderdaad een campagne. Ja. Als ik een campagne X doe, een campagne Y, wat doet dat nou? Dus ik heb bijvoorbeeld tijdens geleden gewoon weer huis-aan-huis flyers gedaan, in bepaalde postcodes. Maar echt in die funnel, hup, naar de site, dat levert bij mij 5-6% op en bij hem maar 2. Hoe kan dat? Ja. Zeg het maar. Precies, en dan ga je daar dus samen over nadenken. Ja. Hoe zit het, wat zijn de verschillen, et cetera. Wat is de tekst die op die flyer moet? Ja. Zeg het maar. Ja, moet die roze, groen, paars zijn? Moet de hallo staan? Moet de hooi staan? Wanneer spreekt iemand zich er, kan ik nog 5 euro wat doorbeduren? Ja. Wanneer is het, ja, weet je, als het nu goed is, kan het volgend jaar weer fout zijn. Ja, ja, ja. En dat houdt eigenlijk continu het hele balletje en spelletje gewoon aan de praat. Top. Bedankt. Leuk. Jullie bedankt. Bedankt voor het uitleggen van hoe je een car wash data gedreven maakt, met alles wat daarbij komt kijken. Veel meer dan dat je denkt, hè, in het begin. Nou ja, het is vooral dat als je die data eenmaal hebt, dan kan je er zoveel mee doen. Ja. Dat een prachtig proces is. Klopt. En het is leuk om te horen hoe je het eigenlijk op een hele simpele manier verkrijgt. Door gewoon krasloten weg te geven. Ja. En Nick uiteraard bedankt als co-host. Eerst alle liefde. Podcast. Met alle liefde. Ja, zeker. Hopelijk niet de laatste. Ja. Voor het wat? Maar er staat natuurlijk wel zo'n gek ding voor je neus. Dat is heel even een half minuutje wennen, maar ja, prima, is gezellig toch? Het is wel een mooi modelletje toch? Ik ben echt spreken over de Divine. De model die we maken. Divine, ja. Nee, dat zijn mooie modellen. Ja, hey, top, heren bedankt. En jou als luisteraar, of als je dit zit te kijken op YouTube, zie ik natuurlijk heel graag terug bij de volgende video, bij de volgende podcast, bij het volgende stukje inspiratie. Waarin we het nog veel meer gaan praten met ondernemers en gaan hebben over zaken als SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en voice.